Hallo iedereen en welkom bij part 3 van Let's Mess Around on Super Mario Kart Wii. En ik ben hier natuurlijk weer met mijn post-commentary co-op Dames Izo Devin. Hey! Daar is hij weer en we gaan nu een nieuwe poppetjes kiezen. Ik denk dat ik dit keer ga voor Baby Mario, omdat Baby Mario gewoon awesome is. Mag ik voor Waluigi, denk ik? Ja, lekker okay. Langbeentje. Meneer Wijdbeens. Hè? Ja, en ik zou kiezen voor een wagen dit keer, dus ik kies gewoon een lekker zware wagen, een mooie en motor. Ik zou voor een motor gaan. Ik vind deze vind ik niet echt goed, omdat die heel lage speed heeft en deze is gewoon stom. Dus ik pak deze, de Bullet Bike, die ziet er gewoon hartstikke awesome uit. En dan krijgt Baby Mario de chickies wel mee. Dus Shell Cup nu, even kijken welke dingen we hier... Ja, dat is de Banana Cup. Nee, de Shell Cup, dan hebben we... Volgens mij DS Yoshi Falls, dat is die met dat onderwater. Nee, die ken ik, die is van op de DS. Ja, dat staat er ook voor trouwens, maar die is, die is best wel simpel. Oh nee, simpel. Dat is met die bochten door die waterval. Ja, die is best wel simpel. Ah, we hebben ook de Super NES Ghost Valley. Mm-hmm. Maar ja, kom, ga lekker beginnen. Ja, meteen met de Peach Beach. Peach Beach. Rolt lekker van de tong. Peach. Rolt heerlijk van de tong. Zo, die ook. Ja, die dit rolt. Is trouwens van... Ook vanaf de DS, hoor. Nee. Ik dat is Super Mario Sunshine. Ja. Ik herken het namelijk aan de boot. Ja. Super Mario Sunshine ook. Die hebben we ook veel gespeeld toen. Inderdaad, dat is een geweldig spel nog steeds. Goeie tijd. Oké, en ik zit natuurlijk weer op het bovenste schermpje. Start als 12e. Heel erg fijn, thank you game. Ja, maar ik start als 11e. Toch raar dat player 1 onderste beeld is en eerder start, maar dat jij alles moet doen. Ja, nee, maar ik ben player 1. Nee, jij bent player 2, hè? Ja, nee, maar ik kan alles doen, dus eigenlijk ben ik dan player 1. Ja, daarom vind ik het zo apart, maar ik sta alweer 11 hoor, dus... Volgens de Wii Remote ben jij player 2. Of nee, ben ik player 2, pardon. Ja, jij bent player 2, maar daar is het... Oh, kut. Er staat één boom, kom op jongens! Ja, en jij rijdt precies tegen die ene boom aan en ik rijd precies tegen de andere tegenaan. Oh, dat zijn van die eentjes, hè? Die, Ja, van die quack quacks. Hoe heet die ze nou ook alweer? Ja, die zijn ook van Super Mario Sunshine. Nee. Ja, alles is van Super Mario Sunshine. Dus van Gelato Beach of zo. Ja, weet veel. Dit is trouwens wel een heel kort, korte baan hoor. Nou ja, dan zijn we snel klaar. Oeh, bam. Was die voor jou? Nee. Oh, maar... oh ja, we Baby Mario, dat is waar. Ja. Ik moet altijd weer wennen als we een nieuwe poppetje kiezen dan even van. Oh, flikker op kwek kwek of zo, of weet je. We doen het kwek kwek. Laat kwek, in de kwek. Comments achter. Als je weet wat het is. Hoe het heet. En win een cool t-shirt. Nee, grapje. En we doen geen giveaways. En win absolutely nothing. Flikker op, kwek. Win absolutely nothing voor de Nintendo 64. Ja. Als iemand die nog heeft. Ik heb hem nog. Ik niet. Ik wel. Ik heb hem nog. Ik heb een NES. Die heb ik ook nog. Ik heb alles van Nintendo, alle consoles. Alleen die nieuwe DS en dat soort dingen heb ik niet. Maar ja, kom op. Ik bedoel, ik doe er toch niks meer mee. Dus, show off. Nee, maar ik doe helemaal niks meer mee. Dus waarom zou ik... Wauw, ik maak fout na fout, maar ik sta nog steeds eerste. Ja, vind je die? Komt omdat flikker ik... op, kwek kwek. Komt omdat ik precies hetzelfde doe. Ik vind kwek kwek eigenlijk wel een leuke naam. Ja. Zullen we een... Vanaf nu ervan, hij heeft 3 rode shelljes. Fijn hoor. Oh, hij staat 50. Ja, en ik sta 50, maar dat mag niet uit. Ik sta nu 4e. En ik sta nu 3e. Flikker op, en ik kwek, ga Koopa gewoon inhalen. En dan stuur ik nog even een mooie rode shell naar jou toe. Godver. Ah, shit. Ja, hoor. Nou, dan raak ik me toch nog. Nee, ik ga eerste worden. If God is my witness, ik ga eerste worden. Ah, kut, ik heb een bananenschil. Ja, jij wordt eerste. Oh, als je over die bananenschil is gereden, hè? Yes, fuck eerste. Dat. Nice, twee. Maar dit is wel een hele korte baan, moet ik zeggen, hoor. Bij een hele lange neushaarlengte, ik eerste. Ach ja. Ja, ik wou net zeggen, wel een neushaar op mijn neus dan. Moet je kijken naar Waluigi. Kom ja, het is de neus van Waluigi dan. Uit zijn neus kan je 2 schoenveters halen. Twee, echt waar? Twee. Uit ieder neus gaat 1 of... Ja. Ja, ineens stuk door uit 1 en dan nog 1. Ja. Uit de andere, nee, oké. Ah, deze is in principe best wel vreemd. Alleen ik vind dat hij op de Wii is hier nice geworden qua graphics. Ja, inderdaad, dat hebben ze wel van kunnen verbeteren. Maar ja, we gaan het door met de DS-versie van Yoshi Falls. En, wat een groot ei, wat zou eruit komen? Het is een heel groot ei en ik denk dat daar een hele grote Yoshi uit gaat komen. Dus, heb ik een andere vraag. Wie heeft het ei gelegd? En nog grotere Yoshi. Of een hele dat grote moet Birdo. Pijn gedaan hebben. Een hele grote Birdo of Bowser. Bowser legt toch geen ei? Ja, dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen. Ja, Bowser is een schildpad, dus technisch gezien. Hé, ik had hetzelfde wapen. Nou ja, vlekken wel. Taking the high road. Auw, offer, dat werkte niet. Weet je, als je een stunt doet met 3 bananen achter je, dan gelijk al je bananen kwijt bent. Yes, really.
Ja, ik probeer ook een wheelie, maar dat is moeilijk met een auto. Wist je dat dat niet kan, een wheelie met een auto? Nee, dan wordt het een tweewheelie. Nee, niet grappig. Nee, niet grappig, nee. Bam. Oh, ik vlieg meteen over ja, de tilbal heen. Ja, dan heb je het zelf ook, hè? Ja, maar die was niet eens voor mij. Hoe kan ik nou vierde staan? En ik krijg een schildje. Oh nee, juist een vier. Ik blijf naar het verkeerde schermpje kijken. Ja, dat was mijn scherm, slimmerd. Ik dacht, hoe kan ik nou vierde staan? Maar jij stond vierde. Ha, ja, maar nu sta ik derde, vriend. Eerst dat nieuwe eerste met net zo'n tweede. Ja, weet je wat heel raar is? Als ik eerste sta, dan is dat bij mij blauw. Omdat de player 2, dat is gewoon die kleur, blauw. Ja. Dat ziet er heel raar uit. Ja, dat is niet mooi. Ik sta nog net eerst, dan Mario die hangt aan mijn reet of zo. Hoe noem je dat? Nee, die Waluigi hangt weer aan reet. Kijk maar. Gaat van mannen. Waar dan? Auw, waarom kan ik die bocht niet maken? Oh, ik kan het zeggen, reed nou serieus over mijn bananenschil. Nee, ik reed over een bocht. Over een bocht? Over een bocht. Oké, dat is leuk. Wheelie. Doei. Dat is leuk, hè, Wheelie. Kijk, hij doet nog steeds Wheelie. Nou, is goed, dit is direct weer een Wheelie. Gewoon, als je weet dat je gaat verliezen, gewoon Wheelie. Wheelie. Hé, we staan gelijk. Ja, jij was eerst en ik net twee en nu andersom, hè? Kijk. Maar ja, kijk, baas boven baas, hè. Ik sta bovenaan. Ja. Omdat jij player 1 of 2 bent, ik weet het niet meer. Ik ben volgens de dingen, lichtjes ben ik player 1, ja. Maar het spel is dan niet meer mee eens volgens mij. En player 1,5. Ja, we zijn allebei player 1,5. Ja, inderdaad. Maar 1 en een beetje. Iedereen die had nu in de comments had gezegd dat Devin eerste zou worden, gefeliciteerd. Ja. En iedereen die nu had gezegd dat ik eerste zou worden, ga naar je camera en ga masturberen ofzo. maar we gaan dan weer naar de volgende race, dit is Ghost Valley 2. Aftrek op een Justin Bieber post. Heb je dat gehoord? Over Justin Bieber? Nou, ik weet niet wat jij allemaal doet, maar... Het... Hey, ik doe het niet, ik doe zijn het niet. Zijn mijn zaken niet verder. Nee, maar had je dat gehoord? Dat was een... Maar ik wil niet over Justin Bieber gaan praten. Nee, maar het is leuk voor de mensen om dit te horen. Er was iemand die gespecialiseerd is in muziek. Ja. Die had gezegd dat we moesten gaan oppassen. Want Justin Bieber zou nog wel eens een hele grote ster kunnen gaan worden. Oh jee. Toen zei ik van, nou oké, tuurlijk. Oh jee, oh! Ging totaal verkeerd aan. En dan daarna kwam er bij het journaal, kwam zo'n meisje, was echt prachtig. Die zei ze van, ja, ik snap niet waarom ze nou allemaal zo moeilijk doen op Justin Bieber. Maar eigenlijk is hij helemaal niet knap. Oh, ik dacht, was dat meisje nou prachtig of wat ze zei was prachtig? Nee, wat ze zei was prachtig. Oké, dan is het goed. Hé, dit is alweer zo'n korte baan. Ligt het aan mij? Want die banen zijn echt kort in deze cup. De Shell Cup die staat bekend om zijn korte banen en dat verzin ik ook de plek hier. Oh. Ik wou het zeggen. Ik kan niet racen vandaag. 12e, kom op. Nou, ik vind het gewoon heel eng hier zo met al die boels. Hoezo? Gewoon je rug, gewoon naar kijken. Dan vallen ze je niet aan. Ah, godver, ik had inkt en... Ah, hey, je kan wel fuck you zeggen, maar gast, ik ga voor de tweede keer over de finish en jij staat tiende. Wat ik wil. Zesde, vijfde. Eerste. Vierde. Eerste biatch. Oh. Derde. Sterke bocht. Baby Peach. Flikker op. Oh nee, verkeerde kant. Baby Peach, I swear to God. Don't make me sandwich. Je boos worden irritant, joh. Die komen de hele tijd zo'n beetje voor je scherm zo. Ja, dat zeg ik toch, die dingen zijn wel fucking in. Ah, fucking eng. Weet je nog dat spel Callen, wat wij ooit een keer gespeeld hebben? Oh ja, lekker. Geweldig mensen, als je het ooit de kans hebt om het te spelen, zeker doen. Callen voor de Wii. Ja, niet voor mij. Nice horror spelletjes dat. Lekker schrikken met. Auw, bananenveel. Wanneer denk je trouwens dat de aflevering online gaan komen? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk... ik zal waarschijnlijk de eerste zal ik doen voordat ik op vakantie ga, want ik ga volgende week ben ik op vakantie. Dus dan komt er even niks, of ik moet mijn laptop meenemen naar Duitsland en dan moet daar netwerk zijn. Ah, je kan ook gewoon even een weekje rusten. Ja, dat weet ik. En dan komt waarschijnlijk de rest daarna, maar ik zal ook niet alles in één keer erop zetten, want dat is niet zo leuk. Waarom spreek je niet anders vast de dag of dagen of dat je het uploadt? Dat dan kan. Weten mensen wanneer ze het kunnen verwachten? Nee, iedereen moet gewoon afwachten, weet je. Daar gaat het om. Gewoon iedere dag mijn kanaal checken. En dan... Gewoon abonneren. Ja, inderdaad. Om het vanzelf op je homescherm te staan. Abonneren, dat is hartstikke handig. Maar we gaan meteen weer door met de vierde alweer van de Shell Cup. Het gaat snel. Het zijn echt hele korte, we zijn pas bijna 10 minuten bezig. Ja. Dus dat is de Mario Raceway van de Nintendo 64. Dus waar Devin al zo blij mee was. Maar ik ben gewoon heel erg, ik hou heel erg van nieuwe dingen, dat vind ik wel spellen, maar ik vind eigenlijk die oldschool dingen met pixels, dat heb ik ook gehad. Ja, net zoals de classic Mario. Ja. Mario 1, nou. Mario 1, Super Mario Bros. Ja, dat is Nee, dat is niet Mario 1 toch? Jawel.
Super Mario Bros. Is 1. Super Mario Bros. Nee? Oké, ik snap het helemaal niet meer. Ik dacht dat Super Mario 1 en andere was dan Super Mario Bros. Nee, dat is hetzelfde. Okay. Dat is de originele naam. Hey. Maar ik vond Super Mario Bros. Wel altijd heel leuk met... weet het, met zo'n ding dat je kon vliegen, zeg. Ja, nee, dat is Super Mario Bros. 3. Want die heb ik allebei namelijk. Met dat je van die wereld was dat je ook met van die sleutels moest verzamelen, dat je dan sneller naar de volgende wereld kon. Ja. Oké. Okay. Ja, want je hebt Super Mario 1 en Super Mario 2 en Super Mario 3. En daarna hebben ze die spellen andere namen gegeven. Dat was, zoals Super Mario World of zo, Super Mario Land. Super Mario Land, ja. Ja, je hebt Super Mario Land, Super Mario Land 2, Super Mario Land 3. 4? Nee, volgens mij niet. Nee, 4 niet. Nee, 1 en 2, dat gaat gewoon nog over Mario. En dan bij Super Mario Land 3 wordt het eigenlijk Super Wario Land en dan gaat het over Wario. Ja, klopt. En dan moet je als Wario spelen en dat spel is best wel slecht. Ja, oei. Maar... Je hebt ook als Wario... Flikker op, dikke. Oh, dikke, ik ben lang. Nee, oké, okay, ik sta nou serieus 5 omdat ik niet oplet was. Ik kan het tegen jou niet tegen Waluigi. Oké, ik ben helemaal plat. Het ziet er heel raar uit in zo'n wagentje. Ik sta nog steeds eerste. Ja, ik Baby Peach, fuck ik you! Ik heb 2-1 in mijn nummer zitten. 110? Nee. Ja, net zei je nou dat je 6-1 in je nummer had zitten. Dus nee, was je ik helemaal, stond zesde. Toen was je helemaal niet meer met deze race bezig. Toen zat je nog ergens bij je oma in die auto, weet je, die je bijna aanreed. Die zei nog, ja, ik moet 6-1 de kopen. En, ja, jij moest nog even naar de apotheek. Zo. Ja, apotheek, daar moest ik 6-1 halen. Ja, daar moest je 6-1 halen. Dat doe ik iedere dag. 6-1 halen we de apotheek? Ja. Oké, okay. Nee, ik dacht even dat je raar was, maar oké. Okay. Nee, wat jij doet. Mensen die mij goed kennen, die weten dat ik niet raar ik ben. Ken je goed. Oh ja. Detail. Maar niet voor jou. Ja, ik sta gewoon kwijt. Ik ben gewoon echt slecht. Maar het probleem is, dat als ik in deze score finish, dat ik jou ook gewoon niet meer in kan halen. Want dan moet jij nou fucking niet doen. Dan moet je namelijk ook zo slecht scoren. Oh! Uh-oh. Ik ben groot. Voel je baas. En ik ben eerste. Aha. Maar als ik nou... Ah, ik ben net die Koopa nog. En dan ben je weer hartstikke klein. Nou, ik ben derde. Ik kan totaliteit nog winnen, want ik stond wel weer 10 puntjes voor op jou. Nou, we stonden gelijk, of niet? Nee. Na de derde race niet. Oh ja, dat is waar ook. Nou ja. Dus ik sta nog steeds eerste. Dus als ik nu gewoon eerste of... Nou, ik denk... Als ik tweede word, dan krijg ik toch hoeveel punten krijg ik dan? Dat weet ik niet, maar als jij naar tweede komt en ik eerste, dan heb ik nog verloren. Dus ja, weet ik. Nee, maar ik dacht als ik nou... Oh, we zijn al klaar? Nou, we zijn al klaar. Oh ja, dat is waar ook. Dat was de laatste race. Oh, deze waren echt kort, man. Ja, deze waren echt kort. Dus, we zijn 13 minuten bezig. 13 minuten, dit is waarschijnlijk de kortste van de parts van Let's Mess Around. Ik denk het wel, ja. Super Mario Kart Wii. Ik ben tweede, beter dan derde, onder Baby Peach. Zeker. Maar ik denk dat we hier dan maar weer moeten stoppen. Eventjes, ik denk het ook. Even terug naar de poppetjes. En dan gaan we de volgende keer gaan we de bananencup doen, volgens mij. Hè? Ja, bananencup. En dan moeten we daarna even kijken of we die andere cups nog vrij kunnen spelen. En dan, dan gaan we daar misschien mee verder. Oké, okay, nou dat is mooi. En allemaal weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Devin en het kanaal van mijzelf. Yes. Wat je met het kanaal van hem doet, dat maakt niet uit. Maar... Nee, dus, like de video. Heel egoïstisch. Liken, delen. Stop tegen favorieten. Ja, een duimpje erbij. Dus, het is tegenwoordig geen groen duimpje meer, hè? Nee. Het is een blauw duimpje tegenwoordig. Een blauw duimpje. Maar een duimpje naar beneden, dat is ook blauw. Dus klik op het grootste vakje met het duimpje omhoog. Die is blauw, maar klik daarop. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben ook weer up-to-date gesteld. Dus het is tegenwoordig een blauw duimpje. Ja, dat is heel fijn om te weten. Heel raar. Dan moeten we dus al die video's van Banjo Movies allemaal verwijderen. En Nee. Die zijn ook veranderd. Heb je die nieuwe gezien? Want hij doet nu ook Banjo Town. En zo, en hij heeft hem ook van doe een blauw duimpje. Doe ook een andere video's een blauw duimpje. Oké, nou ja. Hij is een gamekanaal gestart namelijk. Oké. Okay, Banjo Town. Dat is fijn dat we dat ook weer weten. Daar hebben we ook weer even reclame voor gemaakt. Dus, even reclame. Abonneer ook op hem. Abonneer. Ja. Geen reclame, maar abonneer. Dus Bardo, als je dit zit te kijken, eventjes ook een blauw duimpje. En zo. Ook een blauw duimpje. Reageer even in de comments. Ja. Nou, en dan... Was dit dan weer. Tot bij het volgende part. Tot volgende part. Hoi. Hoi.